Ja, lieve mensen, ik ben hier in de Efteling in Raamsdonksveer. Ja, dat klinkt vreemd, maar ik ben te gast bij de firma Multi Animation. Dit bedrijf verhuurt en verkoopt animatiefiguren. En u ziet hier de dino's, de dinosaurussen. En daarom noem ik het ook eigenlijk de Efteling. Want, nou, ik wil niet veel zeggen, maar ik denk dat hier nog meer bewegende figuren staan dan in heel de Efteling bij elkaar. De struisvogels. En hier aan het plafond hangt een grote ballon. En daar staat ook nog een struisvogel in, zoals u ziet. De panter, de nijlpaard. Een groep flamingo's. En daar ziet u al de staart van de grote krokodil. Het piratenschip. Sprookjesfiguren. En helemaal in de hoek ligt de reus te slapen. We gaan door de corridor naar de kerstafdeling. Een hele grote afdeling, dat begrijpt u wel. Alle grote bedrijven willen iets in hun etalage of verkoopruimte met de feestdagen. U hoort toch geknor? Een van de kerstmannen die is in slaap gevallen. Ja, het is haast te veel om het allemaal aan u te laten zien. Hier staat een kerstboom van 8 meter hoog. De helikopter die de kerstcadeautjes bij u thuis brengt. De witte kerstafdeling.
de sneeuwman. En dan gaan we naar de savannedieren. En het pronkstuk. Dat krijgt u zo te zien. Ik hoop dat het een beetje in beeld komt. Maar daarboven staat een reusachtige mensaap. Die is in totaal 6 meter hoog. Ja. Een feest om naar te kijken. Boerderijdieren. En dat in raamsdonksfeer. Ik zal nog eventjes deze band voor u aanzetten. Beste mensen, ik heb niet te veel gezegd, hè. En al deze figuren die zijn bij Multi Animation te koop of te huur.